Hi, welkom bij Jules Cooking en vandaag gaan wij Paris Brest maken. Breng als eerst je water samen met de melk en de boter aan de kook. Meng hier nu je bloem en zout door. Ga je deeg nu op laag vuur totdat het gaat glimmen. Dit duurt ongeveer een minuut of drie. Giet je deeg nu in een koude mengkom en meng hier stuk voor stuk je eieren door. Doe dit nu in een spuitzak en spuit je deeg in drie lagen in een rondje op. Klop dan je ei los en bestrijk het deeg ermee. Bestrooi dit nu met je amandelschaafsel. Bak het hierna af op 200 graden voor 10 minuten. Laat ze daarna afkoelen in de oven. Breng nu je melk samen met de vanillemerg en de suiker aan de kook. Meng dan je eigeel met de bloem en meng dit nu alvast met een klein beetje van de melk. Verwijder nu het vanillestokje en meng het samen met het eigeelmengsel. Gaar het dan naar de gewenste dikte en zet het koel en afgedekt weg. Sla de boter dan luchtig samen met de crème en de gehakte hazelnoot. Snij je sous nu door midden en spuit daar je botercrème op. Leg de andere helft er daarna weer op. En bestrooi hem als laatst alleen nog even met wat poedersuiker. En heb ik nog één tip. Spuit je crème zo laat mogelijk op. Dan blijft je sous lekker knapperig. Bon appétit!